is geschorst. De schouderden Muhu en Roy niet zitten op de Remchuk. Die zit zelfs niet op de bank. Remchuk tegen een 3. Maar dat moet er wakker zijn. Alessio Castromontes. Het is dan wel weer wat minder. 3 naar de buitenkant. Daar is Eupen. Met misschien een eerste kans. Het hoofd. Die is daar van Kone. Op Kone. Dan gaat hij ook mee oprukken. Is dit een fout? Nee. Oordeelt Verboom. Het leek me ook net iets te licht om daarvoor te fluiten. Goeie ren van Jacques Vetadze. Daar is Agen. Daar is Jacques Vetadze. Gaat hij het afmaken? De redding is er van de Wolf. Maar wat een actie voor deze man. Vetadze. Na een kwartier voetballen komt hij heel dicht bij de 0-1 naar de Wolf. Svenkums. Geen kwijtbal op een klein dienst. De kopbal is er van de Duitser. Het zag er net iets gevaarlijker uit. Nourio. Jacques Vetadze is wel een man die zich vaak en goed aanspeelbaar maakt. In deze partij goed nu van Nyangbo naar de buitenkant. Castromontes. Geen onaardige voorzet. Dan de kopbal van Nourio. Een gevaarlijke manier kunnen verlengen. Is het maar de vraag hoe fit hij nog is. Of hij nog kan geraken. Hier Adriano met de voorzet. Geen kwaaie bal. Op een 3. Dan twijfelt hij even. Een tikje van Moussona. Het was goed werk van Eupen. Van Adriano op een 3. Een goede tik van Moussona. Met versnelling. Jacques Vetadze met de tackle. En kwam te laat. Kone. En de voorzet. Peters. Een schijnbeweging. Goede bal op Adriano. Legt hem terug. En dan is dit een uitstekende aanval van Eupen. En spelen we 35 minuten. En is het de thuisploeg die op voorsprong komt via Prevljak. Niet gezien hebben van Eupen. Terwijl in de laatste minuten wat meer leek door te komen. Dat wordt bekroond met dit doelpunt. Peters Adriano. En dan is daar het doelpunt van Smile Prevljak. En dan staat het 1-0 voor Eupen. De versnelling. Dat zeker niet slecht. Eén keer een wat mindere pas, maar dit is goed werk. Daar is Eupen, daar is een 3. Daar is gelukkig voor Agen niet het tweede doelpunt. Op Davy Roef, een minuut of 2. Ja, dat openingsdoelpunt. Son heeft dat toch niet helemaal begrepen. Hier komt die bal, dat is een goeie en dan gaat hij erin. En dan staat het 2 tegen 0. En is daar het doelpunt van Jens Kools. Die bal kan binnenkoppen. Daar waren ze nog aan het roepen. Bijna 8 minuten ver in deze tweede helft. En het is Roef die erbij staat. En naar kijkt, maar vooral te laat komt. De bal zit binnen vallen. Met het hoofd van Kools. Een 3 is er voorbij. Een 3 met de poging. En Roef. Met toch wat moeite om Eupen. Wat maar achteren. Moet toch wel opletten. Met, ja, dit soort goed meegenomen door Jacques Vetadze. 1 tegen 1. Dat kan niet. Nog Jacques Vetadze. Krijgt de bal voor. Weggetrapt door Poulin. Maar Agent moet toch wat aan het aandringen. Kums en de goal. Minister van Sven Kums. Het is een stevige trap van de captain. Daar zit Agent. De bal echt opeist. Kom, kamperen op de helft van Eupen. Dan krijgen we hier de aansluitingstreffer van Kums. Nordwin de Wolf. Dan ziet de bal komen. Dan kan naar Adriano. Dan gaat uiteindelijk een kaart krijgen. Verbomen. Dan zijn ze vooral wel de balbezit daar op de helft van Eupen. Dat is toch wachten op grote kansen. Nu misschien is er eentje geveld. Wat doet Verbomen? Wat duur, wat trekwerk. En, uiteindelijk is daar Gadeu met de reactie. De rode kaart is terecht. Punt aan de lijn. Milan Mbayo. Hier even kijken, de bal van Kums. Bayo
Roderick tussen. Een mystische poging. Hier is Art van der Ziek. En de save. En ook de tweede poging gaat er niet in. Save van de Wolf en Kleindienst. Niet misschien de poging van Bayo of Peters. Van Peters de kopbal. Die blijft staan. Alweer. En dan waren ze daar heel dicht. Leek A-agent Rob erover te gaan walsen. Dat was dus niet het geval. Vrije trap nu. De save van Dave Roef. Goeie bal. Dat is het van Peters. Dat ook lang niet slecht. Klemt hem. Wel eens een moment gehad waarin ze de bal opeiste. Waarin ze wat kansjes bij elkaar voetbalden. Maar ook niet meer dan dat, want ze verliezen hier met 2-1 van Eupen. Kijk naar de ontlading bij deze San José. De dubbele gebalde vuist.